Prinsjesdag, een dag vol spanning en traditie in Nederland. Het is de derde dinsdag van september, een dag die in ieders agenda staat. Vol spanning kijken we uit naar de verschijning van de koninklijke familie. De koning spreekt de troonrede uit, waarin hij de plannen van de regering voor het komende jaar presenteert. Maar laten we eerlijk zijn, we kunnen ook niet wachten om te zien wat koningin Maxima en de prinsessen zullen dragen. Prinsjesdag is meer dan alleen politiek. Het is een waar modespektakel. Elk detail wordt onder de loep genomen, van hoeden tot schoenen. De outfits worden een nationaal gespreksonderwerp. Waarom? Omdat koninklijke mode een krachtig statement is. Het weerspiegelt de evolutie van de monarchie en haar band met het volk. Door de jaren heen is koningin Maxima uitgegroeid tot een wereldwijd mode-icoon. Haar Prinsjesdag-looks worden altijd rijkhalsend uitgekeken. Ze combineert moeiteloos elegantie met een moderne twist. En nu, met prinses Amalia en prinses Alexia aan haar zijde, is Prinsjesdag nog stijlvoller geworden. Dit jaar wisten de jonge prinsessen opnieuw de natie te boeien met hun kledingkeuzes. Laten we dieper ingaan op de details van hun prachtige outfits en wat ze onthullen over de toekomst van de Nederlandse koninklijke mode. Koningin Maxima, altijd een prachtige verschijning. Dit jaar sierde ze Prinsjesdag in een adembenemende smaragdgroene japon. De kleur was een gedurfde keuze, die symbool staat voor hoop en vernieuwing. Een passende boodschap voor deze tijd. De jurk was een meesterwerk van Nederlandse bodem, ontworpen door de getalenteerde Jan Tamminiouw. Tamminiouw staat bekend om zijn voortreffelijke vakmanschap en moderne kijk op klassieke silhouetten. Maxima's japon had een vloeiende A-lijnrok die haar figuur perfect complementeerde. Het lijfje was versierd met ingewikkeld borduurwerk. Delicaat kralenwerk glinsterde bij elke beweging. Een kleine sleep volgde gracieus achter haar aan, wat een vleugje koninklijke dramatiek toevoegde. Ze maakte de look compleet met een bijpassende hoed. De brede rand was elegant en chic. Geen koningin Maxima outfit is compleet zonder een tiara. En voor Prinsjesdag 2024 koos ze voor de magnifieke Emerald Stuart tiara. Deze tiara heeft een historische betekenis. Het was een geschenk van Willem III aan zijn vrouw, Mary Stuart. De tiara bevat een verbluffende reeks smaragden en diamanten. Een waar bewijs van koninklijk vakmanschap. Maxima's keuze voor deze tiara was een knipoog naar de Nederlandse geschiedenis. Ze gebruikt sieraden vaak om een boodschap over te brengen. De smaragden, met hun levendige groene tint, symboliseerden hoop en groei, wat de positieve vooruitzichten voor het komende jaar weerspiegelt. Haar hele ensemble was een harmonieuze mix van traditie en moderniteit. Het diende als een herinnering aan de blijvende erfenis van de monarchie, terwijl het tegelijkertijd het heden omarmde. Prinses Amalia, troonopvolgster, zag er stralend uit op Prinsjesdag. Ze koos voor een verfijnde saffierblauwe jurk voor de gelegenheid. De kleur, een symbool van vertrouwen en loyaliteit, was een passende keuze voor de jonge prinses. De jurk was ontworpen door Nathan Couture, een Belgisch modehuis dat favoriet is bij Europese royals. Amalia's jurk had een bescheiden V-hals en een getailleerd lijfje. Dit accentueerde haar jeugdige figuur. De rok liep gracieus tot op de grond, waardoor een elegant silhouet ontstond. De jurk was versierd met delicate kanten details. Dit voegde een vleugje vrouwelijkheid toe aan de algehele look. Amalia's keuze, een statement van moderne koninklijkheid?
Prinses Amalia accessoriseerde haar outfit met eenvoudige, maar elegante sieraden. Ze droeg een paar diamanten oorknopjes en een delicate diamanten ketting. Deze stukken voegden een subtiele sprankeling toe aan haar ensemble, zonder haar jeugdige charme te overschaduwen. Haar keuze voor een meer ingetogen look, vergeleken met sommige van haar eerdere verschijningen, suggereert een groeiend vertrouwen in haar eigen stijl. Ze bepaalt wat het betekent om een moderne prinses te zijn. Haar Prinsjesdag-outfit was een bewijs van haar evoluerende stijl. Het weerspiegelde een evenwicht tussen traditie, elegantie en haar eigen persoonlijke flair. Prinses Alexia, jeugdige charme in robijnrood. Prinses Alexia, de tweede dochter van de koning en koningin, zag er stralend uit in robijnrood. Haar jurk was een custom-made creatie van de Nederlandse ontwerper Klaas Iversen. Iversen staat bekend om zijn innovatieve ontwerpen en het gebruik van gedurfde kleuren. Alexia's jurk was geen uitzondering. Het levendige rood was zowel opvallend als jeugdig. De jurk had een getailleerd lijfje en een vloeiende A-lijn rok. De rok had een speelse high-low zoom die een glimp liet zien van haar zilveren pumps. Het lijfje was versierd met een unieke asymmetrische halslijn. Dit voegde een moderne touch toe aan het klassieke silhouet. Alexia's steile evolutie van tiener tot jonge royaal. Prinses Alexia's outfit was compleet met een bijpassende fascinator. De fascinator, een kleinere en modernere versie van een hoed, was versierd met delicate veren. Ze hield haar sieraden eenvoudig, met alleen een paar diamanten oorknopjes. Dit was een verandering ten opzichte van haar meer casual stijl in voorgaande jaren. Het laat zien dat ze steeds beter begrijpt wat koninklijke kledingvoorschriften inhouden. Haar Prinsjesdaglook was een perfecte mix van jeugdige energie en koninklijke elegantie. Het toonde haar evoluerende stijl en haar groeiende zelfvertrouwen in de publieke belangstelling. Publiek en modecritici modeliefhebbers spreken zich uit. De kledingkeuzes van koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Alexia op Prinsjesdag 2024 zorgden voor de nodige opschudding in de modewereld. Social media gonste van opwinding. Iedereen had het over de koninklijke looks. Modecritici waren snel met het prijzen van de prinsessen. Ze waren dol op de gedurfde kleuren, de elegante silhouetten en de moderne details. Het publiek was al evenzeer onder de indruk. Mensen gaven complimenten over de gratie en elegantie van de prinsessen. Ze bewonderden hoe ze de traditie in ere hielden en tegelijkertijd hun eigen persoonlijke stijl omarmden. Velen zagen het als een teken dat de monarchie met de tijd meegaat. Een nieuw tijdperk van koninklijke stijl. De invloed van Maxima, Amalia en Alexia. De kledingkeuzes van koningin Maxima en de prinsessen gaan niet alleen over mooie jurken. Ze zijn een weerspiegeling van een moderne monarchie. Koningin Maxima is altijd al een trendsetter geweest. Ze staat bekend om haar gedurfde kleurgebruik en haar steun aan Nederlandse ontwerpers. Nu, met prinses Amalia en prinses Alexia aan haar zijde, creëren ze een nieuw tijdperk van koninklijke stijl. Een stijl die zowel elegant als herkenbaar is. Hun Prinsjesdaglooks zullen modeliefhebbers nog jarenlang inspireren. Prinsjesdag 2024 in Fashionable Triumph. Prinsjesdag 2024 was een doorslaand succes. Niet alleen voor de politieke aankondigingen, maar ook voor de mode. Koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Alexia bewezen opnieuw dat ze koninklijke stijliconen zijn. Ze wisten de natie te boeien met hun elegantie, gratie en moderne kijk op koninklijke kleding.
Hun outfits zullen nog jarenlang herinnerd en besproken worden. Ze herinneren ons eraan dat mode een krachtig middel is. Het kan gebruikt worden om een statement te maken, om traditie te eren en om jezelf te uiten. En op deze Prinsjesdag deden ze